Daar is Lenov weg. Prachtig van Jakovlevic. Lenov alleen voor doel. En gaat hij scoren? Inderdaad. Doelpunt meteen. Pedri er nog even bij. Maar dan onhoudbaar erin. Ongelooflijke start van Antwerpen hier. Er zijn nog geen twee minuten gespeeld. Gent op een hoopje gespeeld. Je ziet dat in de herhaling. Goeie doorsteekbal van Jakovlevic. Die voor het eerst meedoet dit seizoen. Diep. Lenov alleen voor doelman Pedri. Een hard schot. De handen van Pedri nog. Maar bal tegen de touwen. De Rover met het hoofd. Porte. Mooi van Porte. En dat is ook niet zo slecht van Kiekis. Als Smits nog kan voortrekken. En goed zo. En dat is ook een hap van Lenov. In één tijd over. Applaus ook. Lenov bedankt de medemaats. Nog geen kwartier ver en opnieuw Antwerp Gent nog niet gezien. De Nil. En die moet nog voorbij Smits geraken ook. Eerst nog Kiekis pakken. Dat is gebeurd. En dat is snel. En dan krijgen we een hoekschop. Nee. Die fout bijna. En knap was dat. Van Ramcic, die was meegekomen. Nee, Davy Minaert was het. Meegekomen. En Svilar voor het eerst bij de bal, maar het was nodig. 17e minuut. De Meijer. De Nil. De Meijer. Van den Berg. En eindelijk krijgen we een mooie actie van Agent. Voorzet ook. Misschien zit daar nog wat in. Van den Berg. En Smits ertussen. Geen fout. Douwe kwaad. Misschien kan u dat zien in de herhaling. Van den Berg en Smits haakten daar in elkaar. Van den Berg die overigens blijft liggen. En Douwe die claimde een penalty. Al dan niet terecht. U kan dat zien. Hemrechts. Severijns. Ramcic voor zich. Voorzitter, daar staat Smits helemaal alleen, maar die wist dat niet blijkbaar. Portebel en die scoort. Chris Porte. Een rare goal, je ziet dat in de herhaling. Hoe Rudy Smits daar de bal helemaal alleen aangespeeld krijgt. Smits onverwacht mee naar voren. Die besluit zelf niet op doel te schieten of te koppen. Legt de bal terug naar Porte in één tijd. Laag naast de paal binnen. Gentse ploeg niet georganiseerd zoals het moet door tal van wijzigingen. Onder meer ook door de komst van Pister en u ziet dat allemaal. Jakovlevic en dan Klaassen in twee tijden misschien. Nee, die mist nog een reuze kans. Maar u ziet het, Antwerp gaat verdiend met 0-2 de rust in. En deze man kent u allicht, Mark van der Linden. Geen contract meer bij Gent, geen overeenkomst mogelijk. Tot dan toch kort voor nieuwjaar alles eindelijk in orde is gekomen. En hij mag meedoen in de tweede helft. Drukhard, maar dat was slecht. Van den Berg ertussen, geen buitenspel op dit ogenblik. Fiscaal, Van der Linden helemaal alleen. En gaat hij scoren? Net niet. Svilar eruit. Van der Linden samen bij de bal. En bijna een doelpunt van Mark van der Linden. Maar het blijft 0-2. 5 minuten in de tweede helft. Hoekschop. Gent en Fiscaal. Van der Linden. Redding van Svilar. Maar Gent is veel gevaarlijker dan voor de rust. De Nil. En het thuispubliek begint er toch nog in te geloven. Goed zo. De Nil nu. Herman van den Berg, De Nil, kan die scoren? Nico Klaassen meegekomen, van de lijn weggehaald. Gent op zoek toch naar een doelpunt, voluit nu. 10e minuut. Pister, voortspelen zegt Laro, geen gevaarlijk spel. De Nil, maar veel rood achterin ook. En weinig, te weinig wit-blauw. De Nil dus met een dribbel en nu de voorzet. Goeie voorzet, Fiscaal. En die wordt van de sokken gelopen, inderdaad, door Taimans. En we krijgen een strafschop. In de herhaling als dat nodig is. De Nil met die voorzet. Fiscaal controleert die bal goed. En wordt dan weggelopen door Taimans. Penalty. 11e minuut, tweede helft. En Fiscaal gaat die... Penalty zelf trappen. Svilar, gevleurde schijnbeweging. 1-2. Gent mag terug wat gaan hopen. Erik Fiscaal
zorgde voor de strafschopfout en zette de penalty zelf op.